Ja, we zijn vandaag te gast in Bandbrug bij dierenopvang Koningen. En ik heb de eer te praten met Thea en Anne van der Belt. Anne van der Belt, jij bent van... Ik ben van Ieders in Werk, ja. Inderdaad. Wij zijn een bedrijf dat dagbesteding uitvoert, ambulante begeleiding en reïntegratietrajecten. Mm-hmm. En zodoende zijn wij ook bij dierenopvang Koningen terechtgekomen. Ja, en wat zijn jullie plannen qua samenwerking? Wij willen hier een dagbesteding opzetten. In samenwerking dus met dierenopvang Koningen. Mm-hmm. Om hier cliënten hun ding te laten doen. Ja, en wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat doen die mensen dan? Eigenlijk bijna alles wat met de dieren te maken heeft, dus diergerelateerd. Het kan zijn het verzorgen van de dieren, de verblijven schoonmaken, diergerelateerd knutselen, met de honden wandelen, met de katten knuffelen, maar ook bijvoorbeeld tuinonderhoud of als iemand graag wil timmeren, dan kan hij helpen met de speelweides in te richten of hokken maken. Eigenlijk is hier gewoon alles mogelijk. Ja, en zijn daar al goede ervaringen mee met dat soort activiteiten? Want ik neem niet aan dat jullie ofwel eventueel de eerste zijn in Nederland die die formule gaan uitrollen. Nee. Ieders in Werk heeft natuurlijk meer dagbestedingsplekken. En onze ervaring is wel dat de combinatie met dieren, dat het echt gewoon geweldig is voor mensen. Want mensen voelen zich vaak toch prettiger bij dieren dan bij mensen. Vooral mensen met mentale problemen, kan me voorstellen. Sociale problemen. Ja. En we hebben het over dieren. Aan wat voor dieren moeten we dan denken? Of kunnen we dan denken? Wij hebben hier honden en katten. Mm-hmm. Dat zijn de dieren die we hebben. Een pension en een asiel. Ja. En zijn dat eventueel getraumatiseerde dieren die mishandeld zijn geworden? Of een tijdje aan het zwerven zijn geweest? Of? Ja, we halen eigenlijk de honden uit Spanje. Waarom daar vandaan? Want in Nederland kennen we gewoon niet echt heel veel zwerfhonden. Mm-hmm. Vooral in deze regio eigenlijk niet. Ja. De honden die we binnenkrijgen, dat zijn wel afstandshonden, maar dat zijn er niet zo heel veel. Mm-hmm. Dus wij willen gewoon de honden uit Spanje, soms Roemenië, Turkije, een kans geven om hier een fijn leven te krijgen. Ja. Dat kunnen soms wel getraumatiseerde honden zijn. Maar we halen wel de hondjes hier naartoe die wel plaatsbaar zijn. Oké. Okay. Dus, hoeveel van die honden en katten hebben jullie hier op dit moment? Nou, op dit moment niet zo heel veel honden. We krijgen toevallig... Ja, dat is Daisy. Dat is inderdaad een hondje. Die komt uit Spanje. Oké. Okay. Ja. En wij krijgen toevallig aankomende zaterdag weer een transport binnen van 25 honden en 10 katten. Dus op dit moment hebben we eigenlijk niet zo heel veel honden en katten. Mm-hmm. Nee. Okay. Jullie hebben ook een dierenambulance. Dus wat komt er dan via de ambulance eventueel binnen? Nou, de dierenambulance is eigenlijk dierenambulance IJsseland, als ik het even goed zeg. Ja. Dat is dus niet deze dierenambulance die wij hier hebben staan. Wij rijden dus zelf niet uit. Wij hebben gewoon een contract met een dierenambulance IJsseland. En die komt hier de honden en katten brengen. Oké. Okay. Ja. Die langs de straat eventueel aangereden zijn? Of die die aangereden. Nou, meestal gaan ze dan wel door naar een dierenarts. Maar meestal wel, de meeste dieren die we binnenkrijgen zijn wel de katten. En dat zijn de katten die in de gemeente Staphorst en Harderberg gevonden worden. Die komen hierheen. Ja. Oké. Okay. Er staat daar een mooie foto op tafel. Daar hangt ook nog een verhaal bij. Ja, dat is Vecchio. En Vecchio was een heel speciaal hondje, een oud gehandicapt hondje. En die was van de eigenares van Astrid Koningen. Mm-hmm. En de droom van Astrid was eigenlijk om, zij merkte gewoon, dit soort hondjes die gedijen niet goed in de grotere kennels bij de andere honden. En haar droom was echt om een soort huiskamer te maken, zeg maar, voor dit soort hondjes. Dus oudere, gehandicapte hondjes. Ja. Ja. En dat is intussen gerealiseerd, die droom? Dat is inmiddels gerealiseerd, ja. Nou, daar zijn we nu. Daar zijn we nu. En hier en nu. Ja, oké. Okay. Ja. Een mooi verhaal. En wanneer start het dan daadwerkelijk de dagbesteding? Is dat al bekend?
De exacte datum is niet bekend, nee. Maar het contract met de eerste cliënt is getekend en we zijn ook bezig met een tweede. Ja. Dus op hele korte termijn gaat het starten. Ja, en als er eventueel mensen zijn die dit interview bekijken en daar belangstelling voor hebben, kunnen ze die zich melden? Of, ja, zeker. Ja, je kunt altijd even de website van Ieder Zijn Werk bekijken. Ja. www.iederzijnwerk.nl of mailen naar info@iederzijnwerk.nl. Als u meer informatie wilt, kunt u even mailen, ja. Desnoods bellen, telefoonnummer staat op de website. Ja, precies, alle contactgegevens zijn te vinden op de website. Oké. Okay. Gaan we u van alles vertellen? Oké, okay, nou bedankt voor jullie toelichting. We gaan straks nog even kijken naar de dieren kijken. Ja. Ik ben aangekomen bij de kleine kattenkamer. Vertel eens, Thea, wat is er te vertellen over de katten? De katten, meestal zijn de katten worden gevonden hier in de omgeving. Ja. Dus die worden opgehaald door dierenambulance. Van de gemeente Hardberg en de gemeente Staphorst. Ja. En die katten komen dan hier. Die komen hier eerst in quarantaine. Nou, als ze baasjes hebben, dan kunnen die de katten weer ophalen binnen 2 weken. Nou, onze ervaring is dat heel vaak de katten niet gechipt zijn en dat er ook geen baasjes meer komen. Dus na 2 weken... Dan ze te traceren, zeg maar. Ja, ja, en dan na 2 weken gaan ze voor adoptie weg. Dus mensen die een kat willen adopteren. Ja, ja. 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 En hoeveel katten heb je nu op dit moment? Ik zie er hier eentje zitten. Ja, maar, nee, op dit moment zitten er hier 2. Ja, ja. En we hebben er boven 3. Oké. Okay. En in de quarantaine zitten er nog 5. Ja. Mm-hmm. En aanstaande zaterdag komt er dan een transport met 10 katten vanuit Spanje. En die komen allemaal nu, de grote kattenkamer is nu leeg. Dus die komen met z'n allen in de grote kattenkamer. Okay. Ja.